Productief BV. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers waar je ongeveer een kwartiertje mee zoet bent. In dit spel kruipen de spelers om de beurt in de rol van de appelboer, dan gooien zij een mand met appels om en dan is het aan de overige spelers om zo snel mogelijk te tellen hoeveel appels er op tafel liggen en het juiste antwoord te roepen. Doen ze dit goed, krijgen ze punten. Doen ze het fout, verliezen ze de helft van hun eigen punten. We gaan eens kijken wat er in de doos zit. Het spel is gemaakt door Leviticus Williamson en wij krijgen de spelregels in het Nederlands en die stellen niet veel voor. Het zijn 5 pagina's en dan gaan we naar de volgende taal en daar zitten alle voorbeelden bij. Daarnaast krijgen wij een geinig dobbelstenen bekertje in de vorm van een appelmand met daarin de appeltjes van hout. En op elk appeltje staat op de klokhuiszijde een afbeelding, soms van een appel, soms van een vogel, een taart of wat dan al niet meer. En dit zijn de appelfiches in hele punten en halve punten voor de spelers waar iedereen om zal gaan strijden. Dat is wat we krijgen. Tijd om een spel te spelen. Zoals ik al zei, één van de spelers kruipt in de huid van de appelboer en de andere spelers moeten gaan raden hoeveel appels er op tafel liggen. De appelboer pakt het mandje met appels, schudt deze appels en legt ze op tafel. Vervolgens gaan de spelers tellen. Elke appel die op deze wijze op tafel komt, telt als 1 punt. Als een hele appel. Elke appel die met het klokhuis naar boven komt, telt als een halve appel. Dus als je snel telt, heb je hier 5,5 appels. Maar zoals jullie zien zijn er ook nog andere symbolen. We hebben de vogel. De vogel eet wormen op. Er zijn geen wormen, dus de vogel doet in dit geval niks. Daarnaast zien we een appeltaart. Oma heeft 2 appels nodig om een appeltaart te maken. Dus je houdt in principe 3,5 appels over van deze worp. De speler die als eerste 3,5 roept, heeft het goed, wint en krijgt dus dan ook 3,5 appelfiches in punten. Er zijn nog 2 symbolen die we niet hebben gezien. Die moet ik altijd even zoeken. Dat is de worm. Als ik in mijn voorbeeld dit zou gooien, dan tellen we 3 hele appels en 3 halve appels. Dat is 4,5 appel. 2 eraf voor het maken van de appeltaart. En de worm eet ook nog eens een keer een appel op. Dus het juiste antwoord zou zijn 1,5. En dan kun je dus 1,5 punt verdienen. Als laatste hebben we oma, Granny. Granny telt ook niet mee als een punt of als een minpunt. Dus Granny maakt niks uit voor de score. Maar elke keer als er een Granny naar boven komt, leg je 1 appelfiche aan de zijkant. En dat doe je als een soort spelmeter. Zodra de 10 Granny's zijn geweest, liggen er 10 appeltjes aan de zijkant. En is het spel voorbij en gaan we kijken wie de winnaar is. En wil je sneller zijn, dan doe je het met 5. En wil je wat langer, dan doe je natuurlijk meer. Tot slot is er nog 1 combinatie mogelijk. Het kan zo zijn dat dit geworpen wordt. Dan tellen we 3 hele en weer 3 halve appels. Normaal gesproken eet de worm 1 appel op. Maar omdat de vogel er is, vreet hij de worm op voordat hij aan de appels kan zitten. En blijven we dus bij een eindscore van 4,5. De regels bij het tellen zijn heel simpel. Je mag niet hardop tellen. Je mag niet aan de appelstukken zitten terwijl je telt. En zodra je het weet, roep je keihard stop. Dan zeg jij vervolgens hoeveel appels dat jij denkt dat er op tafel liggen, die waarde. Is het goed, krijg je dat in fiches. Heb je het fout, moet je de helft van jouw fiches weer terug in de voorraad leggen. En zo wordt dit spel gespeeld. Dan is er nog 1 uitzonderlijke situatie die kan voorkomen. Mocht het zo zijn dat als de appelboer alle appeltjes werpt, alle appels met de klokhuiszijde naar boven liggen, dan moet iedereen proberen klokhuis te roepen, degene die het snelste was, die krijgt van alle andere spelers 2 punten. 2 appels. Het spel Granny Apples ziet er vooral erg leuk uit. Je hebt de mooie houten speelstukken, de appels waarmee je gooit, het bekertje voor de dobbelstenen voor de appeltjes in de vorm van een appelmandje en natuurlijk de appelfiches. Het spel zelf is heel snel en heel gemakkelijk en tegelijkertijd is het ook nog eens een keer leerzaam. Of dat nou het element is wat ik persoonlijk zoek in een spel is de vraag. Maar het is wel goed voor het hoofdrekenen. Want je zit toch met z'n allen te kijken naar wat voor appels liggen. En heb ik snel genoeg alles opgerekend, bij elkaar opgeteld. En de vervelende appeltaart en wormen er weer afgetrokken. Rekening gehouden met vogels. En dan schreeuw ik het juiste getal en krijg ik fiches.
Dus je bent toch al met z'n allen weer lekker bezig met ouderwets hoofdrekenen. En dat is heel leuk gedaan. Is het een spel wat ik vaak op tafel zal zetten? Nee. Maar dat komt meer omdat het is niet echt een spel voor mij. Is dit een spel wat heel leuk is om met wat jongere kinderen te spelen? Absoluut. Al met al geef ik dit spel een 5,5. En de reden daarvoor is dat het een goed spel is om te spelen. Het zit alleen niet echt in mijn straatje. Maar ik vind het leuk genoeg om te zeggen, nou, het kan nog wel eens een keer langs gaan komen. Omdat het snel, simpel en grappig is.